Richard, een mooi boek vandaag, voorgesteld in Beveren. Het heet trouwens Beveren en nog iets anders. Het is Beveren, heerlijk land aan de Schelde. En sinds de fusie van Beveren, bepaald Beveren, dus sinds 1977, 1 januari 1977, aan de Schelde. En het is de Schelde eigenlijk die ervoor gezorgd heeft dat Beveren die enorme economische vlucht genomen heeft die ze nu kent en van eigenlijk een kleine gemeente uitgegroeid is tot een gemeente die een wereldhaven op haar grondgebied heeft. Als je van de ene kant van Beveren naar de andere kant gaat, dan passeer je twee autostrades. Je komt door een verstedelijkt dorp om dan uiteindelijk te belanden in een industrie gebonden aan een wereldhaven waar de grootste containers ter wereld toekomen, met daarboven nog eens een keer een kerncentrale op haar grondgebied en niet te vergeten aan de andere kant een staatsgevangenis. Dat is het boek trouwens, Richard, en de burgemeester die dan eigenlijk zegt, ik wil daar toch een boek over gemaakt hebben. Is dat zo gegaan? Hoe is dat gegaan? Ja, het is zo dat over Beveren reeds heel wat werken verschenen zijn, maar dan werken die over de kerken van Beveren, over de kastelen van Beveren, over de oorlog, noem maar op. Allemaal stuk voor stuk zeer goede werken, maar er was nog geen enkel overzichtswerk dat Beveren van in de prehistorie tot vandaag schetste. En de burgemeester vond, wij moeten een boek hebben voor iemand die Beveren niet kent. Als hij dit boek gelezen heeft, met prachtige platen daarin, dan moet hij weten wat Beveren is. Want zoals sommige West-Vlamingen tegen mij zeggen, ik heb nogal veel contact met West-Vlamingen. Als wij in Kortrijk vragen of spreken over Beveren, dan denkt niemand aan Beveren bij Antwerpen. Dan denken zij aan Beveren aan de Leien of Beveren bij Roeselaar. Staat daar ook, hè? Maar ja, maar Beveren is wat dat betreft de derde grootste gemeente van Vlaanderen in oppervlakte. En gemeente, dan moet ik ook steden daarbij. De grootste Vlaamse stad is Antwerpen in oppervlakte. Dan komt Gent en dan op de derde plaats komt Beveren. Maar qua inwoners is Beveren de 13e agglomeratie. Dus wij hebben bijna 50.000 inwoners. Weet je dat Turnhout de 14e is, die maar 48.000 inwoners heeft? En dat is een stad. Maar Beveren heeft niet de pretentie een stad te zijn. Beveren wil een gemeente blijven, maar een gemeente met de allures van een stad. Ja, dat is de ode aan Beveren. U heeft dat niet alleen geschreven, met een aantal mensen naast u? Wel, wij hebben de eindredactie, of de hoofdredactie is Karin Gooses. Ja, die namen staan erop, hè? Ja. Die namen staan erop. Karin Gooses, die heeft de eindredactie gedaan. En dan hebben wij verschillende historici aangeschreven om ook een eigen vakgebied en een eigen periode om daarin iets te maken. Dus we hebben het boek opgedeeld in twee grote delen. Het eerste deel is het historische Beveren en dat loopt tot de Eerste Wereldoorlog, tot 1920 laat ons zeggen. En dan krijgen we het tweede gedeelte, modern Beveren of hedendaags Beveren. En dat is dan verdeeld in twee vakken. En dat eerste vak, dat is de periode dat alle gemeenten die nu tot Beveren behoren nog autonome, zelfstandige gemeenten waren. En dan krijgen wij de fusies. De fusies in 1977. En dan wordt Beveren een van de grootste gemeenten. Ja, en dat is deel wat u geschreven heeft, hè? Dat heb ik geschreven. Ja. Het eerste gedeelte, de beschrijving van de 8 deelgemeenten, heb ik samen met Karin Gooses, archivaris van Beveren, geschreven. Zij heeft 4 gemeenten voor haar rekening genomen. En ik heb de 4 andere voor mijn rekening genomen. We hebben dat mooi gesplitst. De die boven de expressweg en de die onder de expressweg. Zoals ik u al zei, heeft Beveren 2 autostrades door zijn gebied lopen. En dan het laatste gedeelte van 1977 tot vandaag, dat heb ik zelf geschreven. En dat gaat dus over hoe Beveren er vandaag uitziet. Wat zijn de mogelijkheden van Beveren? Wat zijn de accommodaties? Wat heeft Beveren? Ja, als gezegd, de brandweer van Beveren is een van de best uitgeruste korpsen van Vlaanderen, van België zou ik bijna zeggen. Ja, we mogen niet vergeten, we hebben in Beveren 13 CVSO-bedrijven op ons grondgebied. Dus er zitten chemische experten bij. Wij hebben een milieudienst die onwaarschijnlijk is. Wij hebben een jeugddienst, wij hebben een sportdienst. Ja, je noemt het maar op. Dus wat dat betreft is Beveren veel te bescheiden. Ja, er staat er ook een kasteel op dat boek, op die cover. Ja.
daar heeft u iets mee te maken, uzelf, hè? Wel, het kasteel is het kasteel Kortewallen. Ja. Daar is mijn vader conservator geweest, dus ik ben daar zeer nauw mee betrokken. En ik heb daar zelf ook samen met Karin Goossens een monografie over geschreven, maar dit dateert van 2011, als ik me niet bedrieg. Ja. Dat kan tellen. Ja, dus Beveren, heerlijk land aan de Schelde. Ik raad het iedereen aan om het te lezen, dan kennen zij zeker Beveren.